Zaterdagmorgen even voor 9 uur aan de rand van de Stevenshof vlak langs de A44 wordt een grote bouwkraan overeind gezet. 75 meter hoog en daaraan komen zometeen ballonnen. 70 meter ballonnen om te laten zien hoe hoog 70 meter is. Want op deze locatie is een woontoren gepland van die hoogte. Omwonenden verenigd in het bewonerscomité Rijnhofweg hebben de kraan besteld en ook de ballonnen. En die hoeven gelukkig niet allemaal opgeblazen te worden. Dit is die locatie aan de overkant van de weg, naast het dierenasiel. En die woonflat met 100 appartementen moet dus zo'n 70 meter hoog worden. Nou, dat is natuurlijk te zien verderop in de wijk en misschien ook wel in andere wijken. Met deze ballonnenstring van 70 meter lang kan iedereen in de Stevenshof zien of ze straks vanuit hun eigen woning die woontoren ook echt gaan zien. Of ze er last van gaan krijgen. Nou, de kraan staat, de ballonnen die worden in de top gehesen. En dat is voor het bewonerscomité het sein om naar de overkant van het water te wandelen, naar de Rijnhofweg. Want daar is buitenplaats Rijnhof de enige bewaarde buitenplaats in Leiden. 250 jaar geleden gebouwd en nog steeds helemaal in de oorspronkelijke stijl. En de bewoners en omwonenden ontvangen daar raadsleden. Om ook vanaf die kant te laten zien hoe 70 meter toren eruit gaat zien. En daarvoor werden ze ontvangen op het landgoed, de buitenplaats, waar ze niet alleen met het bewonerscomité, maar ook met de bewoner van die buitenplaats even in discussie konden. En daarna werden ze meegenomen naar het dak van de buitenplaats. En daar kon je helemaal goed zien welke invloed 70 meter heeft op de directe omgeving. Of de toren er ook echt komt en of die 70 meter hoog wordt, dat is allerminst zeker. Het bestemmingsplan laat op die plek aan de Ommedijkse weg een maximale hoogte van 50 meter toe. En dat betekent dat de gemeenteraad zich hierover moet gaan buigen en toestemming moet geven als er wordt afgeweken van dat bestemmingsplan.